De regeringsraad heeft woensdag een bedrag van 3,6 miljoen SRD goedgekeurd voor de ondersteuning van personen in het binnenland die eerder dit jaar werden getroffen door de overstromingen. President Chandrika Prasad Santokhi deed deze mededeling gisteren bij de afsluiting van de tweede ronde van de algemene politieke beschouwingen in de Nationale Assemblée. Het staatshoofd zegt dat met dit bedrag het normalisatieproces wordt ingezet. In nauwe samenwerking met de werkgroep zal verder worden gewerkt aan de tegemoetkoming met betrekking tot landbouw, detailhandel en andere heropbouw op individueel niveau. Want u moet dit vraagstuk niet onderschatten, meneer voorzitter. Want alles wat historisch daar ontwikkeld is aan agrarische cultuur, door te veel water, door vochtigheid van de bodem, zij ook rekening houden dat ook de traditionele gewassen die men gewend was te telen, dat ook aangepast zal moeten worden aan de nieuwe omstandigheden van de climate change. En daar heeft het ministerie van LVV samen met ROS ook de opdracht om trainingsprogramma te verzorgen, maar ook nieuwe soorten van agrarische producten te identificeren, te introduceren in die gebieden, meneer voorzitter. President Santokhi ging ook in op de problematiek van de prijzen van de basisgoederen in de winkels, die naar zijn zeggen te hoog zijn. Een studie wijst uit dat er diverse factoren zijn die bijdragen aan de hoge prijzen. Maar één ding is wel duidelijk, meneer voorzitter. En dat hebben een paar ondernemers nu al laten zien met 5-6 producten. Als je die producten rechtstreeks betrekt van de producent en het rechtstreeks distribueert aan de consument, kunnen de burgers zeker 40% tot 50% minder betalen. En we hebben een studiegroep aangewezen, zoals ook voorgesteld door geachte lid Rusland, om dit plan uit te werken. Natuurlijk niet voor die 30 goederen. Maar zeker 4, 5, 6, 7 van die basisgoederen die men dagelijks nodig heeft. Om die samenleving te beschermen. Meneer voorzitter, daarnaast gaat de controle vanuit het ministerie van Economische Zaken door. Om te zorgen dat de prijzen van de goederen binnen de winstmarges zijn. President Santokhi herinnerde eraan dat alle basisgoederen zijn vrijgesteld van invoerrechten. Het staatshoofd deelde gisteren diverse besluiten over het sociaal programma van de regering.